Dit is een bespreking van het eerste gedeelte van paragraaf 41 van boek 21 van Livius Ab Urbe Condita. Aan het woord is Scipio, de aanvoerder van het Romeinse leger, inmiddels in de Po-vlakte aangekomen. In het voorafgaande heeft hij tegen zijn soldaten al gezegd dat het leger van Hannibal na de oversteek van de Alpen natuurlijk niet meer is wat het was geweest. Scipio gaat nu in op de mogelijkheid dat iemand denkt dat hij alleen maar zegt dat het leger van Hannibal zwak is, maar dat hij in werkelijkheid iets heel anders denkt. Non verior, ik vrees niet, ik ben niet bang, vereri is een deponens. Na werkwoorden van vrezen komt altijd nee en dat moet je dan vertalen met dat. Dus non verior, nee, betekent ik ben niet bang, dat. Na nee, nisi en noem betekent quis aliquis, dus iemand. Ik vrees niet dat iemand. En dan het hoofdwerkwoord achteraan, dat iemand denkt. Van dat existimet hangt een ACI af, die staat daar. Dat iemand denkt dat ik zeg, leidend voorwerp haik, deze dingen, dat ik deze dingen op een arrogante manier zeg. Op een opschepperige, hoogdravende manier zeg, alleen maar vestri ad hortandi causa. Causa met een genitivus ervoor betekent om te, met hier een gerundivum constructie, om jullie aan te moedigen, om jullie aan te sporen. Dus ik ben niet bang dat iemand denkt dat ik alleen maar zeg dat het leger van Hannibal zwak is, om jullie moed in te praten. En hier staat een asyndeton. De ACI gaat door en dat ik aangedaan ben, letterlijk, dat ik gestemd ben, dat ik in mijn hart aangedaan ben, zelf, ipsum, aliter, op een heel andere manier. Dus dat ik niet zeg wat ik denk. En daar geeft Scipio vervolgens een argument tegen. Ik had het mezelf gemakkelijk kunnen maken, dat zegt hij in het vervolg. Het stond vrij, ik had gekund. Naar Spanje. Provincia, mijn provincie, mijn ambtsgebied, daar had ik naartoe kunnen ieren. Daar staat de infinitivus die afhangt van liquid. Dus ik had naar Spanje kunnen gaan, mijn provincie. Waarheen? Quo? Profectus eram, proficisci is een deponens, dus profectus eram betekent ik had, was vertrokken, ik had vertrokken, het is actief in ieder geval, waarheen ik al jam vertrokken was, daar had ik heen kunnen gaan, met een leger, en dan met nadruk achteraan met mijn eigen leger, het leger wat ik toen had. We hebben al gezien dat Scipio nu commandant is van een leger wat hij nog niet kent. Hij heeft in het voorafgaande ook gezegd dat hij juist daarom dit leger wil toespreken. Dus hij zegt hier, ik had gewoon terug kunnen gaan naar Spanje, mijn eigen gebied. In Spanje, waar ik twee dingen ook zou hebben, namelijk et, waar ik en haberem, dat hebben, dat staat daar, waar ik zou hebben zowel mijn broer als consilii participem, als deelgenoot van mijn plan, van mijn advies, als adviseur zou hebben. En ik zou hem ook hebben als makker deelgenoot in mijn gevaar. En bovendien, zegt Scipio, als ik naar Spanje was gegaan, dan zou ik hebben Hasdrubal eerder dan Hannibal als hostem, als vijand. En dat betekent dat ik dan ongetwijfeld, haud dubie, een kleinere, en dat congrueert met molem, een kleinere last van oorlog, zoiets staat er letterlijk, een kleinere oorlogsinspanning zou hebben. Hasdrubal is niet zo'n geduchte tegenstander als Hannibal. Scipio zegt dus, ik had het mezelf makkelijk kunnen maken. Maar toch, cum met de conjunctivus preterverer, pretervehi is ergens langs varen, deponens, toen ik voorbij voer aan de leidend voorwerp is Oram, aan de kust van Gallië, Navibus, met mijn schepen. Toen heb ik toch, hoofdwerkwoord staat daar, toen heb ik toch mijn castra, mijn legerkamp, bewogen letterlijk verplaatst naar de Rhône.
Nadat ik, dit is een ablativus absolutus, nadat ik met de ruiterij vooruitgestuurd zijnde, staat er letterlijk, heb ik toch de ruiterij vooruitgestuurd en mijn legerkamp naar de Rhône bewogen, dus richting Hannibal. Wanneer heb ik dat gedaan? Toen ik eruit was gegaan, letterlijk, toen ik eruit was gegaan, uit die schepen natuurlijk, op het land was gegaan, dus dat heb ik samen vertaald met toen ik van boord was gegaan aan land, heb ik toch richting Hannibal mijn leger bewogen, hè, dat staat er eigenlijk, bij het gerucht huius hostis, van deze vijand. En daar wordt natuurlijk Hannibal mee bedoeld. Scipio zegt dus, ik had het mezelf gemakkelijk kunnen maken door terug te gaan naar Spanje. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb mijn legerkamp juist naar het noorden bewogen, of naar het oosten, richting de Rhône, richting Hannibal. En daarom ben ik niet bang dat iemand van jullie denkt dat ik hier zit te overdrijven, dat ik jullie alleen maar gerust wil stellen. Ik heb er zelf het volste vertrouwen in dat ik ook deze vijand, dus Hannibal, kan verslaan.